Welkom, vandaag ga ik uitleggen wat atoommodel betekent. Maar voordat ik bij atomen aankom, begin ik eerst even bij dingen die we kunnen zien. Zoals dit blikje Red Bull. Als wij heel erg gaan inzoomen op zo'n blikje Red Bull, dan zullen we zien dat vooral de Red Bull die erin zit, bestaat uit verschillende dingen. En dat zijn allemaal moleculen. En één zo'n molecuul is deze. Dit is een watermolecuul. Daarnaast zien we ook deze moleculen in Red Bull ronddrijven. Dit zijn suikermoleculen. En natuurlijk niet te vergeten, deze units, dit zijn cafeïnemoleculen. En wat we zien is dat er dus verschillende soorten moleculen in Red Bull zitten. En die kunnen klein zijn, zoals water, maar ze kunnen ook groter zijn, zoals suiker of cafeïne. Nou kunnen moleculen nog veel groter zijn. Bijvoorbeeld deze, dit is een DNA-molecuul. En een DNA-molecuul dat zit in je cellen, en alle levende dieren hebben die. En dit zijn dus hele grote moleculen. En als we even kijken naar die moleculen, dan zien we dat daar ook nog bolletjes in zitten. En die bolletjes, daar gaan we het vandaag over hebben. Want dat zijn atomen. Dit is er eentje. Wederom zie je weer dat die ook weer uit bolletjes bestaat. Dus vandaar dat het best wel verwarrend kan zijn aan het begin. Maar dit is dus een model. In het echt zijn het niet bolletjes. Maar dit is dus om te laten zien hoe het in het echt, nou niet heel in het echt is, maar om ermee te kunnen werken. Dit is een atoom. En er zijn in totaal 118 verschillende soorten atomen. En met die 118 atomen kun je miljoenen moleculen maken. Want je kan zelfs dezelfde atomen gebruiken om verschillende soorten moleculen te gebruiken. Dus even kijken naar het voorbeeld wat we net hadden. Dit is een watermolecuul en die bestaat uit twee soorten atomen. Deze rode en deze de witte. Hier heb je een suikermolecuul, die bestaat uit maar drie soorten atomen. Dus je kan met een paar atomen kun je al hele grote moleculen maken. Dat werkt een beetje net als met de taal. We hebben letters en dat zijn dan de atomen. En met die paar letters, in dit geval 118 letters, kunnen we heel veel woorden maken. Miljoenen woorden. En die woorden, dat moet je dan zien als die moleculen. Nou, dan gaan we even inzoomen op dit model. We zien dat dit bestaat uit verschillende gedeeltes. We hebben hier in het midden hebben we dit klontje bolletjes. Dit noemen we de atoomkern. De atoomkern zit in het midden. Die is heel erg klein. En die is ook heel erg zwaar en sterk, en daar komen we zo meteen op. En die zit dus in het midden van een atoom. Daaromheen zweven bolletjes. En je ziet ze hier zo met een rondje getekend. Dit betekent dat ze bewegen. En dit hieromheen noemen we elektronenwolk. Dit zijn verschillende elektronen en die zweven er als het ware omheen. We gaan nu even inzoomen. We zien drie verschillende bolletjes en we gaan die drie bolletjes even een naam geven. We gaan kijken wat hun massa is en we gaan kijken naar de lading. Nou, we beginnen met die blauwe. Blauwe is in dit geval een protoon. Een protoon zit hier in de kern, zit altijd in de kern. Je kunt er niet omheen zweven, zit altijd hier in de kern. En die zitten samen daar met neutronen. Dat zijn die groene. Die zitten ook altijd in de kern. Dus als de vraag is van waar bestaat de kern uit? De kern bestaat uit protonen en neutronen. Nou, die kleine bolletjes, had ik net al gezegd, dat zijn elektronen. Dat is ook waar elektriciteit uit bestaat. En die zweven daaromheen. Die staan dus niet stil, maar die zweven daaromheen. En die kunnen ook wisselen van atoomkern. In ieder geval voor sommige stoffen. Dan gaan we even naar de massa kijken. Een proton is groot, zwaar. En die heeft een massa van 1. Dus een proton weegt 1. In het echt weegt die een stuk minder. Maar voor nu is het even belangrijk dat we weten dat die 1 weegt. Een neutron, die weegt ook 1. Die is ook groot, die weegt ook 1. Nou, een elektron is een stuk kleiner. Die weegt ook wel wat, maar vergeleken met neutronen en protonen weegt die niks. Dus die weegt 0. Nou gaan we even naar de lading kijken. Een proton is positief geladen. Dus dat kun je makkelijk onthouden. Proton, positief. Neutron is neutraal. Die heeft dus geen lading. En een elektron is negatief. Die is dus min geladen. Nou we dat weten, gaan we even kijken naar deze kern. Deze kern bestaat dus uit 5 protonen. Kijk, die protonen, die blauwe, dat zijn er 5. Er zitten ook 5 neutronen in. Dus dat zegt ons, er zitten ook 5 elektronen in. En vaak is het zo, in ieder geval als het niet wordt gezegd, dan gaan we ervan uit dat de protonen en de elektronen gelijk zijn. Later kom je erachter dat het niet altijd zo hoeft te zijn, maar voor nu gaan we ervan uit dat de protonen en de elektronen gelijk zijn. Protonen positief, elektronen negatief, en die moeten elkaar opheffen, zodat het mooi in balans is. Daarnaast kunnen we nu zeggen dat de massa 10 is. Want in het midden zitten nu in totaal 10 protonen en neutronen samen. Die wegen allemaal 1. Dus in totaal is de massa
10. Want die elektronen hieromheen, die tellen niet mee, want die hebben een kleine massa. En de lading is 0. 5 protonen, 5 elektronen, die allebei dus elkaar opheffen, dus de lading is 0. Nou, dat was in het kort hoe het atoommodel werkt. Dit is belangrijk om uiteindelijk mee door te gaan, dat je dit goed snapt. En ik zal in mijn volgende filmpje uitleggen wat we hier nu mee kunnen. Dankjewel voor het kijken.